misschien wel de meest legendarische Fries aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofs Donia zat er aan zitten, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis. Een man dat stoere verhalen nog verteld worden, maar werd ik een heel soort kritiek op te leveren valt. Van de een is er de Friese vrijheidsheld bij uitstek. Ekel Kamer pas in actie doet de vrijheid al niet meer te redden weer. Van de oor is er een vrede bendeleider die het elke keer verzoekte, die het net accent lees, boeter, breë en griene tsies, sisse koe. Lang hadden mensen twijfelen of de mama uit Grutte Swut wel echt bestingen had. Of dat er niet gewoon een product weer van sterke verhalen. Maar intussen is wel wis dat Grutte Pier echt leven had. En ik echt vochten en moeden had. In de tijd van Grutte Pier is het onrustig in West-Europa. De mitsjongen rennen naar de Ein en er breekt weer een nieuwe tijd aan. De Renaissance. Tussen de verschillende keizers en koningen wordt het onderhandelen en soms vochten om te alle jaar nieuwe, sterkere en grotere landen te komen. In het noordwesten van Europa binnen de meeste van deze landen en landjes onderdeel van het grote, heilige Roomse Rijk. Eens is dit Rijk een lappendeken van alle Gelietse landjes. Keizer Maximiliaan I is de grote baas. Maximiliaan komt uit het Habsburgse Vlastenhuis. In die tijd de belangrijkste familie in het heilige Roomse Rijk. Hij stelt zijn zoon, Philips de Schone, aan als landheer van Nederland. Nederland wordt dan wel de Habsburgse Nederlanden neemt. Philips de Schone wordt van de Nederlanden een grote en sterke eenheidsstaatmaatje. Friesland stiert kwart na 1500 onder het gezag van hartog George van Saxen, de opvolger van Albrecht van Saxen. De hartogen van Saxen binnen eens de setbazen van Philips de Schone. George van Saxen is niet bij elke nieuw populair, maar kan altijd wel rekken je op de stiepen van een stikken wat Friesen. De Fransje dus jaren het als zijn voelste aanhangers. Er is liek wel eens een orenhartog, Karel van Gelre, die het egen op Friesland smiet. Hij biedt hem zelfs aan als bevrijer van het impopulaire bewoord van George van Saxen. In november 1514 docht een Gelders legerke een inval bij Staren, waarna het in kwarte tijd de hele Zuidwesthoeken in Gelderse handen valt. Dat is het begin van een oorlog die njoggen hier doorgezet. Pier is op dat stuit een jonge boer op Donia Sate onder Kimswut. Op 29 januari 1515, als de oorlog tussen de hartog van Saxen en de hartog van Gelre nog maar 12 maanden aan de gang is, wordt Pier simpleerts platbrand door een troep Fransjes die het met de hartog van Saxen hoort. Na de brand liet er het boerenwerk voor wat het is, maar een handvol lotgenoten uit Arem, Wietmarsum en zijn eigen dorp vormt er een bende, de Aremer Zwarte Heer, die het wraak nemen wil op de Saxen en haar helpers. Al gauw kiest Grutte Pier de kant van de hartog van Gelre. George van Saxen loopt hem in deze tijd uit Friesland waarom, nadat hij zijn ruchten verkocht had aan de greven van Holland, de toekomstige keizer Karel V. Saffer oren de strijdje in de Saxen in een strijdje in de Hollanders. In die strijd leed Grutte Pier hem goed hielden. Hij werd ongevierder van de zaneemde Seinschipsluiden, die met haar zeeroverheftige schippen de Hollandse vloot op de Zuiderzee de ene slag naar de oren te brengen. Even liet het erop dat de Geldersen en de Friesen niet haar helpen het winnen zullen. Als liekwels duidelijk wordt dat de Gelderse hartog alleen maar uit is op de heerschappij over Friesland, wordt zijn Friese oorhing stadig onwaai. Pier liet hem in 1519 nog één keer broeken voor een tocht over Loon naar Emmerik. Maar na het misleiding daarvan loopt er hem teleursteld uit de strijd vrom. In Grutte Pier komen barbarij en vrijheidszin bij elkaar. Bij het beeld van hem jaren ik zijn onbiedig Grutte Swut en zijn anti-Hollandse gevoelens. Worst ik van een fineworst, een held of een barbaar? Uit de Friese geschiedenis is er net wat te denken.